hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer maandag en het is 20 mei en het is 12 uur 23. Frodo is net buiten geweest en die heeft zijn kap nog om, dus die gaan we even afdoen. Goed zo. Grote jongen. Ja, 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 ja. Dat, ja, en dan gaan we even ons eten zo meteen klaarmaken. Even de lunch. Hé, ja nou? Ja. En kan nog wel eigenlijk alweer naar buiten, maar die hou ik ook nog binnen, want die krijgt ook nog wat lekkers. En dan is weer wachten op Astrid die zal komen. Maar ja, het is maandag, dus blijft ze maar eventjes tot een uur of drie, dan gaat ze alweer weg. Dus ja, nog een tijdje zat, maar het is weer triest, grijs, koud, niet leuk, nee. Maar ja, wat doen wij eraan? Wij doen er twee keer niks aan. Nee, moet kijken wat die is zo daar. Ja, moet je niet in de weg lopen, want zo heb ik weer pootjes onder mijn wielen. Hé, hey, Gandalf. Zo. Nee, gaat hij weer. Iedere keer vlak bij me in de buurt, hè. Je moet hem ook zo in de gaten houden. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En ik wens jullie nog wel even nog een welkom bij deze nieuwe vlog weer, hè. Ja, dat vergeet ik af en toe wel eens. Maar ja, maakt ook niet uit. Nee hoor, jullie weten wie we zijn. Ja, Corina en de Beestenboel. Dus jullie weten, jullie zijn altijd welkom. Ja, ook in het Echi. Laat het even weten dat je komt. En ja, dus dat de koffie of de thee klaar, ja. Maar laat wel even weten dat je komt. Dat kan ook op Facebook, kan je privé praten. Dus ja, ik zou zeggen, kom maar bij me. Op Facebook ben ik Corina Luisterburg de Jong. En je bent van harte welkom. Ja, dus ik zeg, kom gerust. En voor vandaag tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Astrid die is weer weg. Wij gaan de hort weer op. Ik wil weer even bij familie Zwaan op kraamvisite. Dus ik neem jullie wel natuurlijk mee. Want ook jullie willen natuurlijk graag even weten hoe het met de kleine zwaantjes gaat. Dus ja, eventjes kijken of we ze vinden kunnen, of ze niet uit zwemmen zijn. En dan ja, kunnen we weer even genieten. Dus ik neem deze camera sowieso mee. En ik moet ook boodschapjes doen, dat de GoPro gaat ook mee. Ja, die gaat weer in zijn huisje op mijn scootmobiel, oftewel mijn booster. En het is 14:45, dus 3:15. Dus een mooie tijd om weg te gaan. Dat ik zou zeggen, geniet van de rit. Geniet van de familie Zwaan. En ja, geniet van alles, ook met wat jullie zelf gaan doen. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, doei doei, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben bij de familie Zwaan gearriveerd. En ik zit nog op mijn booster. Maar dat maakt niet uit, want papa Zwaan die was een beetje te dicht bij het gaas. Dus ik denk, ik blijf mooi even zitten nog. Maar ik laat het jullie wel even zien. Ik draai het schermpje even om. Anders zie ik zelf ook weer wat. En dan moet ik nog zien te staan. Ik heb mijn stok al gepakt. Maar ik wil ook niet te dichtbij komen. Want dan wordt papa zwaar boos. Ik zoek gewoon in. Ik blijf staan waar ik sta. Ik kom liever niet bij papa Zwaan in de buurt. Mooi is dat, jongens. Oh, gaan ze weer te zwemmen. Krijgen ze weer zwemles, lieve vrienden. Ah, leuk. Ah, oh, kijk nou, hoe geweldig. Zwemles. Ja, het komt op YouTube te staan.
schitterend. 1, 2, 3, 6. Ben ik nou zo kipper? Ik zie 6. Is er toch weer eentje? 2, 3. Ja, ik zie er nou maar 6. Ah, godje. 2. Wat heb ik? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja, ik kom steeds op 6 uit hoor. Nou, degene die het kan zien op deze afstand met tellen, die mag het mij vertellen. Ja. Nou, lieve vrienden, dat was de familie Zwaan weer. Lekker lief, aan het zwemmen. Geweldig. Ja, ik tel er nog gewoon 6. 3 en 3 is 6 en niet 7. Maar ja, oké. We gaan weer de andere kant op. Thank you.